Ja, Julian, 1-4 overwinning hier bij Zwolle. Hoe kijk je er op deze wedstrijd? Ja, goed resultaat, 4-1. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uit in de derby, 2 weken geleden tegen VV De Weijden ook met dezelfde uitslag gewonnen. Dus ik denk dat het een hartstikke mooi resultaat is. Wat vond je vooral goed gaan in de eerste helft? Nou ja, we kwamen natuurlijk 1-0 achter. En de rust en de ervarenheid die jongens meebrengen van achteruit. Ik denk dat dat goed was voor het team om te blijven doorgaan. Tactisch plan stond goed, daar bleven we in vasthouden en ik denk dat dat voldoende was. Na de goal kwam er meer energie in en dat heeft ons geholpen op een goed resultaat. Ik heb het gevoel dat de tweede helft beter ging dan de eerste helft. Heb je ook enig idee hoe dat zou komen? We hebben nog een tactische wijziging gedaan in de rust. En ja, ik denk dat met de ervaren kracht van Ruben die er ook bij opkomt, dat we op de flanken toch wel iets sterker stonden. En daardoor toch wel beter uit de voeten kwamen in balbezit, maar ook zeker in de omschakeling. Volgende week spelen jullie tegen de ene laatste club van de competitie. Wat zijn je verwachtingen? Ik verwacht dat wij gaan winnen. Ja, we zitten nu echt in een hele goede flow. We hebben 13 punten. En met deze jonge ploeg, ze doen het hartstikke goed, die jongens. Denk ik dat we voor het hoogst haalbare moeten gaan en omhoog moeten blijven kijken. Oké, dankjewel.